ik zit vermoed. We gaan maar weer eens even naar binnen. En toen zat ik weer eens een keertje naast Ro in de auto. Kijk, Ro is aan het rijden. Het totertje, ja. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 19 december 2022 en het is bijna 11 uur in de ochtend jongens. Ja, het is bijna 11 uur in de ochtend. Ik heb de hondje al water gegeven, eten gegeven, maar nu ga ik met ze lopen. En ik ga Ro even zo wakker bellen, want om 11:30 gaan we met de auto weer weg. Gaan we even richting Zwijndrecht. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze grote nieuwe vlog. Ik zit voet, we gaan maar weer eens even naar binnen. Het is hier een beetje winderig en koud. En daar hebben we een nieuwe Jumbo. Ja. Oh, het is koud, 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 het is koud. Brit, het is buiten koud. Brit. Eerst even kijken of ze dat hebben wat ik wil hebben. Ja. Oeh. Schat, amandel, griesmeelpudding. Bah. Mot ik niet hebben. Oh, ik ga eens even kijken of ze dat hier ook hebben nu. Oeh, zo schat. Hey. €4,50. Hè? Nee, maar niet. Nee, echt niet. Oh, eens even kijken of ze dat hier ook hebben. En die sushi rollen. Die sushi rollen, hebben ze een sushi rollen hier? Ergens, ze zal wel ergens wezen. We gaan even kijken of ze die hebben. Een overheerlijke sushi rollen. Vast wel. Schat, en ze hebben hier ook saté. Hier. Saté. En ook. En ook, en ook, en ook deze kipvingers hebben ze ook weer. Nee. Ik denk, nou, dat hebben ze wel. Dan denk ik niet in die sushi rollen. Denk ik niet dan. Gaan we eens even kijken. Eens kijken hoe groot. Nee. Sushi rollen hebben ze niet, denk ik hier. Ja, vind ik inderdaad jammer. Ja. Oh, kijk, koeling, 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 koeling. We gaan de koeling even in, schat. Oh, wat doe jij nou? Oh, 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 gaat uw gang, alsjeblieft. Oh, kijk, we hebben hier een hele grote koeling, maar dit is een beetje te koud voor mij. Oh, ik ga er weer uit. Oh, koud, 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 koud. Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. I know. Maar ik zoek wat, alleen die hebben ze hier nu niet. Jammer, helaas, pindakaas. Nee. Oh, daar kwam ik eigenlijk voor. Die overheerlijke sushi rollen, die hebben ze niet. Nee. Och ja, als ze het niet hebben, dan hebben ze het niet. Hè? Nee. Nee, dan hebben ze het niet. Dat is een beetje jammer, sushi rollen. Ik denk, nou, ik ga wel even kijken. Maar nee, hebben ze niet. Of ze hebben het wel, maar ergens anders. Ik zal ze wel vragen waar ze die hebben. Of ze die hebben. Sambal, 49 cent. De koningniks, lekker. Ja, en hoe klein is het? Laat eens hoe zien. Hoe klein is het? Nou, het is, zit erin, 50 gram. Ja, nou, dat is dus inderdaad een heel klein potje. Voor dit geld is leuk. Maar dan ga ik er vooral achteraan lopen. Iets groter potje is duur. Dan ga ik even zo staan, ja. Dit is allemaal oerlijk. Niet van de Konimax. Maar is ietsje duurder natuurlijk. Ja, en hoeveel zit er in? Er zit 1100 in. 1100, ik laat het even zien. 1100, 1100, 1100. Yep, 1100. Is het wat duurder? Ja. Dat is een centje duurder.
Ja. Ja. Verschilmotel, weet je ze? Toch? Ja. Dus ja, wij hebben even gelijk even ingeslagen. Ja. Dit is dan weer voor Roderick en dat is voor mij. Als we nou even deze ding even hier knallen, zeg maar. Ja, knal. Ja. Dit hierop, zeg maar. Ja, even de onderscheiden. Ja, prima wat jij wil. Prima, best. Goed zo. Oké, nou, mijn sushi rollen die zijn op. Hier. Hier. Oké. Okay. Ja. Maar mijn sushi rollen zijn hier een beetje op. Maar dat reed niet. Dat. Ja. Oké, okay, wat hebben we nog meer? Ik moet even kijken naar de paar. Nou, die hebben ze hier niet. Zoete paprika poeder, 2,50. Nou, joepie. Nou, die en die is ook bij Ozon en zo duur, dus. Wat hebben ze hier allemaal voor lekkers? Wat hebben ze hier voor lekkers? Kijk, ik heb hier allemaal lekkere dingen. Ik heb hier alles lekkers, heel veel lekkere. Ik heb hier heel veel lekkers. Even een appelcocktail, schat. Een appelcocktail. Welke drop? Oh, deze. Ja, maar dit is gewoon... Dit is 14,5% vol, hè, deze. 14,5% vol. Dus dat is... Nee, dat is alcohol, schat. Dat is alcohol. Dus dit is ook alcohol. Oké. Appelcocktail. Oké, dit is grappig. Dit is grappig. Een cafécocktail. Een appelcocktail. Ik zal even naar Ilona sturen, is grappig. Zo, Ro is ook weer nog steeds gezellig bij me. En hij heeft een appeltje voor de dorst. Nee, tegen de dorst. Tegen de dorst. Zo, maar je loopt ook gewoon zo meteen lekker mee naar binnen, hoor. Ik vind het goed. Want we zijn namelijk, dit is namelijk de locatie 2, Jan en Jan de Kreekplein. Nee, en ik lieg niet, want dat is wel zo. Er staat gewoon serieus hier... Jan de Kreekplein. Man, we zijn hier. Ja, kijk, leuk. Top. Kijk, ja, we zijn hier. Dus we gaan even naar binnen. Hier, kom haken. Zo, eventjes in de parkeergarage staan. Ja, helemaal goud. Blauwe kaart, helemaal goed. Want ik hou van gratis parkeren. Ja, ik wel. Ik hou daar echt van. Oh man, en ik heb het koud, wist je dat? Oké, hou een beetje nu. Oh man, zo. En ik heb met Ro afgesproken hier ergens. Even auto op slot te knallen. Ik heb, ah zo, hè. Best. Nou, we gaan eens even Roderick zoeken. Ook leuk. Ja, Roderick zoeken. Nou, dan gaan we dat even doen. Top? Ja, we gaan zeer eens even bekijken. Is zo leuk. Want hij is verhuisd op dit moment hier naartoe. Eens even kijken, wat hebben we hier allemaal voor lekkers? Eens even kijken. Ook heel wat vooral. En hoog in eiwit. Oké. Die moet ik zeker hebben. Dat is voor nieuw, ja? We hebben allemaal voor nieuw. Dat is hoog in eiwit. Dat is mooi. Schat! Standaard, hè? Die kant op te lopen. Standaard. Ik weet het. I know. Ik weet het. Maar hoog in eiwit. En die heb ik nodig. En 0% vet. Dus die neem ik wel mee. Dat is allemaal euro. Maar dat maakt me niet uit. Heb ik wat te kan, zeg maar. Wil je die ook, scar meenemen? Dank je. Nee, gewoon mee. Gewoon. Dank je. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Oh, dit is helemaal lekker. Heb jij ook weer wat gevonden? Mag kiezen. Ik mag kiezen. Oké, vertel. Campina. Vanille smaak. Voor euro. Eurotje. Ja. Of de Boerenland vanille smaak.
55 cent. Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay. En hoe duur is deze karamelvla dan? 50 cent. Ja, ja. En dubbelvla is een eurotje. Ja, oké. Okay. Fijn, handig. Voor 4 euro, nee. 50 cent. Doe er ook wel maar wat bij, als iedereen. Oké, ja. En dit is weer wat anders of zo, eens even kijken. Dit is met heel veel. Nou, die mot ik dus niet. Lekker. Huh? Lekker. Nee. Even kijken, die is 4 euro. Wat denk je zelf? Nee, oké, okay, wat heb je hier nog? Geen idee. Wat is dat nou weer? Wat is dat? Chocolade. Ja, ja. Nou, dat vind ik een beetje duur voor dat. Ja, gaan we niet doen. Nee. En toen zat ik weer eens een keertje naast Ro in de auto. Kijk, Ro is aan het rijden. Het totertje, ja. Nou, is Ro dus aan het rijden. Is ook leuk. Ja. Yep. Maar ik rij helemaal niet, ik sta stil. Ja, nu wel. Maar zo zit ik niet in jouw spiegel, hè? Nee, zo. Iemand anders en die zou dit gaan doen. Dat is handig. Gewoon ja, hier wel. En maar bij de volgende verkeerslicht rechtsaf. Rechtsdoor. Ja, rechtsdoor is goed. Dus nee, ik heb een etentje wat ik ook mega spannend vind. En met de zaak, zeg maar, van A-klasse, rijschool A-klasse, ja. En bij Encore in Scheveningen. Dus dat is mega duur. Ja, toen maar. Jij mag voor. Nee, Emma, ze moet hierbij. Ja, dat geeft niet. Ik moet maar even wachten. Ja, daarom precies dat. Dus. Hoe vinden jullie dit nou eens een keertje? Weer eens een hele andere. Hè? Andere beleving, denk ik. Ja. En nu is het weer rood. Ja, en? Dat is jouw shot. En weet je wat ik het mooiste gebouw van Den Haag vind, zeg maar, in deze buurt? Dat is deze gebouw. Dat is deze gebouw. Deze. Achter die boom. Deze hier. En niet in deze rare gevlekte rotting. Maar deze, ja. Ja, dit vind ik toch nog altijd en de mooiste gebouw, ja, zeg maar. Dan gaat het weer rood. Jij niet door. Staat die deur weer even mooi op? Ja, opa. Ja, dus nee, maar ja, we gaan het eens even bekijken of, ja, of het leuk is. Dus ja, hè, is ook wel weer even wat anders, hè, loshaar. Ja. Alleen ik ben er niet zo van, dus ik heb mijn elastiekje sowieso mee. En dan gaan we het eens bekijken of ik daar sowieso maar kan filmen, vloggen, et cetera. Ik zal het zo meteen even met Bessel over hebben. Bessel. Ja, die gaan jullie ook waarschijnlijk zien weer zien. En ik weet niet wie er allemaal op de vlog wil, dus daar moet ik ook rekening mee houden. Dus ja, we gaan het wel lekker meemaken hoe het druk daar is. En of er ook optredens zijn, want ook dat heb ik gehoord, dat er ook wel eens optredens zijn. Wat ik op de site zag, dat het alleen maar op zondags is. Maar het is nou maandag, dus we gaan het zien, we gaan het meemaken, we gaan het merken. En toen waren we namelijk op Scheveningen. Eens kijken hoe mooi. Wauw. Kijk eens. Er staan ook een hele hoop rijscholen bij elkaar.
Welke is garnaal, welke is... Die middelste met een chipje erop, dat is met kip en de andere zijn garnaal. Oké, top. Dus wat is het... Jij kan altijd eten boven dit, hè? Oké. Behalve geldkast, sorry. Behalve die bij die chipje erop, dat is kip. De rest allemaal garnaal. Ik spoel dat je wel. Ja, dat is mijn hoofd. Ja, een hele goede avond. Ja, nou, hebben we een hele leuke dag gehad met mama en de andere twee, Dominique en ik ben de naam even kwijt. Maar dat maakt niet uit, het was een hele leuke dag. Dankjewel, maar ik ga deze vlog lekker afsluiten. Weer gezellig, gezamenlijk met jullie. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier op het zwarte button. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.